waar die bloem hangt, daar heeft ze haar sjaal omheen gedaan. En heeft ze haar voeten eraf gedaan. En toen, ja. Dit is Rouwkost. Jaarlijks vragen honderden mensen euthanasie aan. Maar er zijn er maar weinig die echt toestemming krijgen om op een waardige manier uit het leven te stappen. Nu is de grote vraag, waarom is het zo moeilijk? En wat doet dit met de mensen? Daarom ben ik vandaag hier in Amsterdam. Hier heb ik afgesproken met Elena. Zij is een documentairemaakster. En zij heeft dit zelf ook ervaren met haar eigen moeder, die uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. Ik ben heel erg benieuwd naar haar verhaal. Hey. Hey. George. Elena, hoi. Kom zitten. Je hebt een tijdje terug heb je een documentaire gemaakt over best wel een heftig onderwerp, euthanasie. En je bent ook zeg maar best wel een deskundige geworden op dat gebied, hè? Ja, tegen wil en dank. Ja. Ja. Oké, kan je even in het kort uitleggen wat euthanasie is? Euthanasie is wanneer je van je arts een dodelijk middel toegediend krijgt. Mits je dan weer voldoet aan dat je, dat heet een ondraaglijk, een uitzichtloos lijdt. Dan kun je euthanasie krijgen en dat betekent letterlijk dat je dan een soort slaapmiddel krijgt, dat je in een coma valt. Okay. Dus dan merk je niet dat je uiteindelijk overlijdt. Hoeveel mensen vragen er ongeveer per jaar zeg maar, euthanasie aan? Er zijn 5500 mensen in Nederland die per jaar euthanasie krijgen. Ja. Daarvan is ongeveer 80% mensen die kanker hebben. Mm. En de andere mensen zijn die allerlei ouderdomsklachten hebben of psychisch lijden. Of aan het dementeren zijn. Okay. Maar het wordt ook heel vaak afgewezen bij heel veel mensen. Klopt. Er zijn ongeveer, ik heb het net al opgezocht, 13.500 mensen per jaar die erom vragen. Die echt zeggen, ik wil het nu. En dus 5500 mensen die het krijgen. Dus ja, zeg maar 40% krijgt het maar. Ja. En het is en blijft moeilijk. En gelukkig ook maar. Want er zijn ook mensen die het misschien vragen en het nog niet zouden moeten krijgen. Dus het is goed dat er kritisch naar wordt gekeken. Ja, artsen zijn opgeleid om mensen beter te maken, te genezen. En nog steeds niet opgeleid om mensen te doden. Ja. Dus het laatste wat ze zouden willen doen is mensen doden. Vaak, van wat ik heb begrepen, zijn dat wel mensen die echt een einde aan hun leven willen geven, zeg maar. Dus ze willen echt een leven beëindigen. Hoeveel daarvan plegen dan zelfmoord? Ik riep al eerder ongeveer 13.500 mensen vragen om, maar dat is een schatting. Ja. En hoeveel mensen uiteindelijk dan zelfmoord plegen? Men zegt, men denkt bij mensen die psychisch lijden. Dan kun je niet zeggen, kijk hier of kijk maar. Dus die mensen die zitten echt klem, zoals mijn moeder. We stonden echt met de ruggen tegen de muur en hebben haar ook laten gaan toen ze van de flat is gesprongen. Ja. Maar die mensen, daarvan is de schatting 10%. En neem niet weg dat er nog heel veel mensen zijn die, ondanks dat ze heel erg lijden, hun arts niet kunnen overtuigen. Ook de mensen bij de levenseindekliniek niet kunnen overtuigen en nog steeds klem zitten. Maar dat blijft het moeilijke, dat het zo moeilijk aan te tonen is. Het blijft mensenwerk. En, ja. Maar ik ben blij met de kentering. Nu is het tijd om naar Zeeland te gaan. Daar heb ik afgesproken met Yannick. Zij is zelf ook verbonden met dit onderwerp, want haar tweelingzusje heeft ook euthanasieaanvraag gedaan. Maar dat is niet helemaal goed gegaan. Hi, jij bent Yannick? Hoi, ja, ik ben Yannick. Ik ben George. Hallo, kom verder. Yes, dankjewel. We staan nu in de kamer van je zusje, hè? Ja, tweelingzus. Alles is hier nog steeds zoals het eigenlijk was, toch? Ja, alles is precies hetzelfde. Nee, klopt. Ja. Is dat voor jou niet extra moeilijk om dat elke keer zo te zien? Ik vind het zelf ook wel iets moois hebben eigenlijk. Mm-hmm. Want als ik hier binnenkom, dan is het alsof ik weer even 2 jaar terug ga. En alles staat er nog. En de foto's. En ja, dit was zo Milou haar plek. Mm-hmm. Dus het is een heel warm gevoel, geeft het eigenlijk. Mijn zusje heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd, ja, hè? Ja, klopt. Wat was daar de grote reden voor, zeg maar? Wat... Ja, Milou die was al 8 jaar heel ernstig ziek. Mm-hmm. Zij had een hele zeldzame ziekte, lupus. Ook een hele agressieve versie. Ja. En ja, op een gegeven moment was zij gewoon uitbehandeld. En was het dus de bedoeling dat die euthanasie uitgevoerd zou worden. Ja. Maar ja, dat is helemaal fout gegaan. En heeft ze het uiteindelijk zelf gedaan. Ja, ja. Precies. Want
de dokter of de huisarts, die zei van, nee, het gaat niet gebeuren of zo. Ja, ja, eigenlijk heel kort samengevat wel. Ja. Maar ja, zij was eigenlijk altijd op de hoogte natuurlijk van de euthanasiewens, voor mocht het zover komen. En zij wist daar ook van en ze vond het ook een verstandige keus eigenlijk van Milou. Maar ja, toen het eigenlijk zover was, toen kregen we letterlijk een telefoontje van, nu ga ik er alles aan doen om het tegen te houden. En ja, dat was van Milou natuurlijk, de wereld stortte in. Wanneer kwamen jullie daarachter? Kregen jullie zeg maar zelf dat gevoel of vertelde je zusje zelf dat ze een einde aan haar leven wilde maken? Dat was na 8 jaar ziek zijn en dat was op de 19e. Op de 19e? Ja. En zij is op de 19e heeft ze ook een einde aan haar leven gemaakt? Een paar dagen voor onze verjaardag was wow, dat. Wauw, wat heftig. Ja, maar het was ook iets wat niet meer te voorkomen was. Ze zou sterven aan haar ziekte en ja, we hoopten natuurlijk haar euthanasie en ja, ze wou gewoon waardig sterven. Ja, ze wilde gewoon rustig sterven. Ja, en niet die pijn en die hel van ja, zo'n afschuwelijk einde. Ja. Hoe heeft je zusje precies zelfmoord gepleegd? Dat was op een best een mooie avond was het. Het was om 6:30 s'avonds. Mm-hmm. En een hele hectische dag met die spanningen toch, rondom de euthanasie. En toen zei ze van, ik wil even naar buiten, naar de bloesem gaan ruiken. Mm-hmm. Ze had haar pyjama gewoon aan. En ze wou even alleen zijn, even rust. En toen is ze naar buiten gelopen. Ja, normaal is hier allemaal bloesem. En dat is echt prachtig om te zien. Maar ja, nu is alles kaal. Dus. Maar heeft dan de bloesem ook een beetje betekenis voor je zusje? Ja, als die bloesem er komt, dat is toch wel een beetje een symbolisch teken van het moment dat Milou stierf natuurlijk. Ja. Nou, we staan er eigenlijk al. We staan er al. Ja, Milou die had natuurlijk niet heel veel kracht meer. Ja. Dus heeft ze het hier op het rek, is ze hier opgeklommen. Uh-huh. En waar die bloem hangt, daar heeft ze haar sjaal omheen gedaan en heeft ze haar voeten eraf gedaan en toen, ik kwam van die kant en toen keek ik eigenlijk recht in haar ogen. Oh. En toen, dan is het rennen en dan val je neer en dan schreeuw je. En toch schakelde ik al snel over in reanimeren. Ja. Dat is toch het eerste wat in je opkomt of zo. Ja, hoe voelt het om zeg maar deze plek elke keer te zien, om hier te staan? Ja, het is toch wel heel confronterend. Ja. Want dit is natuurlijk wel de plek waar Milou haar grootste angst is uitgekomen. Ja. En dat is toch zelfmoord plegen, ja. Ja, en dat voel je gewoon. Ze zei het, ik wil in jullie armen wil ik gewoon sterven. Ja. Warm, afscheid, rustig. Nee. Ja. En niet alleen. En ja. In alle angst vooral. Ach. Ik vind het is een heftig verhaal, ja. Pijnlijk om te horen dat mensen op zo'n manier afscheid nemen van het leven en hun familie. Maar wel goed om te horen dat er positieve ontwikkelingen zijn in het euthanasie-aanvraagproces. Ik ben heel benieuwd wat jullie vonden van dit onderwerp. Laat dat even weten in de comments. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want we gaan vaker dit soort onderwerpen bespreken. Tot de volgende keer. Meer zien? Ga naar npo3.nl/rouwkost.